straks met die die klant. Ga die maken nog bij zo'n? Ik ben vol roof bijna. Filmpjes gaan ook allemaal naar jullie toe, hoor. Van alle drie de weken. Filmpjes en foto's. Alleen deze filmpjes gaan voor rookontwikkeling, voor BHV. Oh, wow, zag je nog een dikke thee, klammer. Dat nog? Hij dat nog. Ja, hij komt op de hoek. Ja, goed, hippies. Ja, heel computer zo. Dan zie je wel hoe brandbaar het werk is. Dan kan die deur los en die vlam niet komen erbij. Want de moord is, ik kan wel. We gaan er wat kunststof mee opgooien. Laten we gewoon eens gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Lekker, ja. Ja, kijk nu, was hij nou ook alweer ontwikkeld. Jij hebt nog niet gebruikt. Ja, joh. Ja, maar blijf, hè. Als ik die vorige keer ook gebruikt had, dan was er niks van over. Hier, flik zwaar direct. Ja, dat is wat ik ook goed doe. En hoe laag dat hij nu zit. Twee zulke plaatjes opgegooid. Graag genoeg, nee. Een baantje, die gasten. Ja, kijk nou. Dat vinden ze mooi, hè. Rob Lafette nou. Ja, hij zakte zo niet een keer een meter of zo naar beneden. Ja, dat klopt niet zo. Ja, dat vuur, hè? Ja. Kan het net al. Net wat ik vol met hadden. Ja, wat heftig in één keer. Dan zag je echt gewoon zo'n vlammetje rollen. En dan kwam er gewoon een vuur in de wolk. Dat was een enkele steekvlammetje, zeg maar. Klein stukje schuimrubber. In mijn matras. Gewoon eens kijken waar het effect is. Ja. Dikke witte rood. En wat is de kleur? De kleur is wit-geel. Ja. Als je kijkt, heel die rooklaag loopt mooi vol. Het knetteren van het brand wordt steeds minder. Oké. Okay. Oh, maar dit was warm, hè? Dat vind ik niet lekker, hoor. Bovenin, zie je die vlam mooi lukken. Laptop afschroeven. Ja. En dan blijkt over temperatuur na tussen de 4 en de 600 graden. Als jullie er zo bij gaan staan, dan helpt je even die rookwaag over en uit. Simon en hij hem wel af moet doen, Helm.
Kom bij. Stuur je gewoon de kop in, joh. Kan die helm van hoe dat wel hem? Ja. Is dat staal, hè? Zo'n Duitse helm. Is je nou warm?